Hallo lieve steenbokken van mij, wat heb ik voor jullie? Nou, ik had besloten dat de maand en de volle maan en nieuwe maan readingen vaak zo zwaar was. Ik dacht van, nou voor juni doe ik wat frivols. Van Madame Lenormand, de Lenormand kaartjes. Dat zijn 36 kaartjes en het is meer woordtaal. Terwijl de tarot voor mij meer het beeldtaal van het onderbewustzijn is, is dit meer de tarot. Van het hoofd, zeg maar. Je hebt 36 kaartjes met allemaal verschillende betekenissen. Ik leg met twee verschillende decks je love reading. En met de Dreaming Way Tarot van Lenormand leg ik dan je 9 kaart spread. Ik heb een mooie fleuriet voor je gepakt. En een engel ook voor je getrokken. Heel erg mooi. Vasserij, engel voor financieel welzijn op weg naar de ultieme, mag je basis nooit vergeten. Ja, belangrijk. Oké. Lenormand, Madame Lenormand. Zij was de persoonlijke kaartlegster en waarlegster van keizerin Josephine. En dat deed ze al in 1700. En de kaartjes zijn weer van Coppenhol. Ik dacht, nou, ik doe één pakje is goed. Maar ja, toen zag ik bijvoorbeeld, voor de mensen die mijn channel volgen, de blauwe uil. Ja, ik kan natuurlijk niet naar huis zonder een blauwe uil. Laat me weten wat je ervan vindt. En als je nog niet lid bent van mijn channel, nou, zou ik het hartstikke leuk vinden. Krijg je als eerste melding wanneer alles upgeload is. En als je iemand kent die een steenbokje is en waarvan je zegt, ja, dat klopt wel. Oh, er vallen allemaal engelen om. Zal ik er nog wat over vertellen dan? Willem-Jan van de Wetering heeft deze kaarten ontwikkeld. Was een enneagramspecialist. Heel lang mijn uitgever geweest en super lieve man die over is gegaan. Zijn vrouw zet zijn werk voort en volgens mij staat zijn site, het Enneagram College, nog online, dus daar zou je ook kunnen kijken. Hele mooie kaarten. Ja, heb ik het zo goed gedaan dan? Mag je nu rustig daar naartoe? Oké, lieve schatten, lieve steenbokken. Dit ben jij met je mooie engelen. En dit is je partner, Kildred Reverie Lenormand. En als je nog geen partner hebt, dan is het je soon to be. Mocht je dat willen natuurlijk. En dit is je huidige soulmate. Oké, wie ben jij? Jij bent de tuin en de voorspoed. En dus je hebt een druk sociaal leven. Je bent een geliefd persoon. Nou ja, dat verbaast me niks voor steenbokken. Ik vind jullie zalig, betrouwbaar, gelijkmatig. Oh, dat mag ik niet zeggen. Oh, nee, mag ik dat niet zeggen? Weet je wat? Deze kaart had ik net al gezien. Dit is de enige kaart die op de grond lag. En de bottom of the deck was hij net al. Dat ik dacht, wauw, wat is dat een fantastische mooie kaart. Oké, jongens, het gaat helemaal zoals ze het boven willen. Je partner is zuiver, eerlijk, mooi. Hoe denk jij over je partner? Nee, hoe denkt je partner over jou? Jouw partner vindt jou thuis. Hij vindt zijn thuis bij jou. Hoe denk jij over je partner? Jij denkt dat daar wat antwoorden nog wat zijn. Het is het boek. Misschien zijn er nog wat vragen die je wil stellen. Of dingen die nog niet helder zijn. Of nog niet duidelijk. Wat houdt jouw partner verborgen voor jou? Vooralsnog. De berg.
Er is iets zwaars in zijn of haar leven. Wat houd jij vooralsnog verborgen? Dat jij dit toch wel echt als jouw enige ultieme soulmate ervaart, vindt, wilt. Wat laat jouw partner wel aan jou zien? Mijn lieve steenboek. Dat hij het geluk bij jou vindt en dat hij het geluk is. Wat laat jij wel aan je partner zien, mijn lieve steenboek? Wauw. Het ontroert me gewoon. Jij laat precies hetzelfde zien aan je partner. Jullie laten alle twee zien dat jullie elkaars klavertje 4 zijn. Ik heb hem nog niet zo mooi gelegd. Prachtig. Wauw. Halleluja, halleluja, halleluja. Prachtig. Oké. Wat voelt je partner op het ogenblik? Ja hoor, jongens. Die wil met jou op lange termijn. Put a ring on it. Jamie, nee jongens. Wat een prachtige reading. Wie had het ook zo verschrikkelijk mooi. De weegschalen waren ook zo ontzettend mooi. Ja, jij voelt diep. Het is de maan. Je laat niet alles zien aan je partner. Maar het is wel een diepe, 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 diepe liefde, jongen. Oké. Wat verbindt jullie enorm? Grappig, dit is de cloud. Ik wil hier een clarifier op. Dit is soms wel en soms niet. Wat is de verbinding? Een man die zijn liefde komt uiten naar je. Kan het zijn, lieve steenbok, dat je af en toe twijfelt? Is het misschien een oud angstje? Dit is de garden. Het kan zijn dat je partner heel populair is. Dat jij heel populair bent. Dat daar soms een beetje onzekerheid op zit. Zou dat het kunnen zijn? Wat verbindt jullie? Ja, jullie zijn heling en sterren voor elkaar. Kijk, en dit is zeg maar het onderwatergevoel. De wolken kunnen soms wel en soms niet. Er kan een bepaalde twijfel zijn. En dan, ja, er moet. Die liefde moet ook geuit worden. En ja, volgens mij wordt dat ook geuit. Het kan natuurlijk zijn met die bergen dat jouw partner. Kijk, jij bent zo. Ja, ondanks dat je een steenbokje bent, ben je zo vurig dat je partner het misschien iets langzamer aan je laat zien. Maar onder water het toch heel erg serieus met je meent. Ja, supermooie, prachtige reading. Want er zitten hele venijnige kaartjes in, hè? Zien jullie het allemaal duidelijk? Hetzelfde klaver. De mooie tuin die hier ook terugkomt. De lelies, de puurheid. Ja, de ring en het hart. Ja, hoeveel zegen wil je hebben? Prachtig. Nou, ik ga naar je nine spread toe. Dit is een duidelijk verhaal. We hebben een match. Echt super mooi. Oké, nou wil ik met de Dreamy Way Tarot. Zulke lieve zachte kaartjes wil ik je nine spread. Ik ga deze straks al nog even heel goed schudden. Oké. Dit ben jij. Ja.
Nee, zo wilde ik dat. Voelde ik dat zo. Oké. Kom maar naar voren. Oké. Dit is op reis. Ergens naartoe willen. Superleuk. Ik heb dan in een badkuipje. Hoe zoet. Oké. Verleden, heden, toekomst. Maar je kan ze ook zo lezen. Het verleden, is er iets van jou weggenomen waarvan je dacht, dat is niet zo netjes. Dat leverde enorm veel vertraging op. Maar je had daar een antwoord op. Je kon dat pareren. Dat kan natuurlijk in je relatie geweest zijn, maar dat kan ook in je business geweest zijn. Want waarom trek ik een businesskaart voor je, lieve schatten? Het heden is een einde geweest aan iets. Het kan ook een einde zijn aan iets wat oneerlijk was. Boeket is dus zegen. De toekomst. Er is iets onheimlichs. Er is iets wat niet klopt. Een huis, veilig voelen, fijn voelen. En er wordt over je geroddeld. Het kan ook zijn dat je zelf roddelt. Kijk, hier. Als ik hem zo lees. Er wil iets, willen mensen iets van jou afnemen. Of er is iets afgenomen. Daar heb je een einde aan gemaakt. Maar in de toekomst zie ik dat toch weer. Zeg maar, nu, hier was het via de achterdeur. En hier komt het nu weer via de voordeur. Dus er is iets om je heen. Maar mensen die je iets niet gunnen. Die iets wil je van je af willen nemen. Als ik hem zo lees. Heb je de antwoorden erop? Als ik hem zo lees, er wordt dus geroddeld over je. Dat is sowieso. Maar dat maakt helemaal niks uit, zeg ik. Er wordt dus over je geroddeld, om je heen. Zal ik eens een clarify trekken? Er wordt over je geroddeld, terwijl jij lekker in je eigen space zit. Oké, ik doe eerst op de oneerlijkheid. Ja, dus er zijn dingen om je heen die niet oké zijn, zeg ik. En hier zit weer geluk. Ik denk dat jou... Ja, dat is ja, de liefde. Misschien ben je dat zelf wel. Er is dus vertraging op je happy house, happy home, maar dat is er. Oké, jij weet de antwoorden, is geluk. Wordt een beetje geroddeld over je, maar er is hier weer geluk. Oké, hier wil er duidelijk, is een duidelijk iets wat je niet gegund wordt. Maak je een einde aan met die zeis. En dan komt het toch weer terug. En is daar twijfel op. Nu komt daar weer de puurheid uit. Ja, ik zeg altijd, proberen staat vrij. Dus als mensen iets proberen, mogen ze doen, gaat gewoon niet door. Oké, lieve schat. Ik hoop dat je hier wat aan hebt voor juni. Ik stuur je al mijn liefde en laat weten wat je ervan vindt. Dag, dag.